Ik ben Joris. Ik ben dit jaar samen met Tijmen Chief Engineer geweest bij het TDL Soloboat Team. En dat betekent dat ik me bezig heb gehouden met belangrijke ontwerpbeslissingen binnen het team. En daarnaast heb ik ook gekeken naar de planning van de boot en van het team om ervoor te zorgen dat alles op tijd af was. Mijn naam is Tijmen Brecht en mijn functie binnen het team is Chief Engineer. Als Chief Engineer zorg je dat alle projecten binnen het team zelf goed samenkomen en dat iemand dus een overzicht heeft in de connectie tussen alle objecten. Want je hebt dus bepaalde producten die bepaalde overlap hebben en dan moet iemand zien of deze overlap wel goed tot stand komt of dat je later problemen krijgt met de integratie van de totale boot. Ik ben Luc van Litsenburg. Ik heb me bezig gehouden met het ontwerp van de draagvleugels voordat het NK begon. Ik heb hierbij een team aangestuurd en samen hebben wij ervoor gezorgd dat er nieuwe draagvleugels zijn ontworpen. Tijdens de race heb ik de boot bestuurd, dus ik was de piloot van de Solarboot in het jaar 2015. Het meest uitdagende is continu kalm blijven tijdens de race, want het is een uitdagende boot ook. De boot zelf is moeilijk te besturen en daardoor moet je er goed mee leren omgaan. En is het niet alleen de techniek die vooruit is gegaan, maar je moet ook zelf vooruit kunnen gaan. En zorgen dat je die boot totaal onder controle hebt. Ik ben Maarten Vries, ik ben communicator van het Solarboat Team. Dat houdt in dat ik de enige ben die met het piloot communiceert tijdens de race. En ik geef door aan de piloot wat het strategy team heeft bepaald. Wat bijvoorbeeld een ideale snelheid is of wat het verbruik is en wat handig is om te gaan varen. En de piloot geeft aan mij door hoe hij zich voelt, of er technische problemen zijn en of er andere dingen aan de hand zijn die belangrijk zijn voor het technisch team of andere mensen in het team. Tijdens het NK heb ik me vooral bezig gehouden met het houden van het overzicht tijdens de wedstrijd. Dus ik ben een soort big brother geweest. Ik heb gekeken waar iedereen was, of iedereen op de juiste locatie was en of dat allemaal goed ging. Daarna terugkijken dan denk ik dat alles goed verlopen is. De wedstrijd zelf had iets beter gekund, maar ik denk dat er zeker ook genoeg positieve punten zijn waar we naartoe kunnen kijken. En dat we dat vooral moeten onthouden en nu moeten leren van onze fouten die we gemaakt hebben.